Hi, dit is Jessica van Vegan Revolutie. En terwijl er een overheerlijke taart in de oven zit, dacht ik, dit is het uitgelezen moment om even te laten zien hoe je een heel eenvoudig dessertje in elkaar kunt draaien. Waar ik het over heb is een hangop. En ja, hangop kun je natuurlijk ook net zo goed gewoon van een soja of een andere plantaardige yoghurt maken. Dus dat wil ik je even laten zien. Ik zelf vind desserts eigenlijk het allerlekkerst. Taart, iets met suiker erin, I love it, geef het aan me, ik eet het allemaal op. Alleen desserts van een vegan dessert is vaak wel wat lastiger om te maken, neemt wat meer tijd in beslag. Dus dit is er zo eentje dat je denkt, oh ja, dit kan je even snel maken als er onverhoopt mensen langskomen die lekker op visite zijn en bij blijven eten. Of dat je zelf er gewoon zin hebt. Dus laten we aan de slag gaan. Daarvoor gebruik ik een kom met een zeef en een doek die alle ouders waarschijnlijk nog wel herkennen. Een hydrofiel luier. Een schone natuurlijk. Gebruik die als een soort kaasdoek waarbij je een halve liter sojayoghurt erin doet. En die kun je dan lekker uit laten lekken. En dan denk je, dit was toch een snel recept? Hangop duurt toch altijd heel erg lang? Ja, dat kan. Maar je kan het ook gewoon een beetje helpen. Door er zo meteen een beetje in te knijpen en te doen. En dan heb je het eigenlijk zo voor elkaar. Nou, terwijl dit even laat hangen, gebruik ik wat vers fruit om het allemaal te garneren. Neem wat aardbeien die ik zo meteen met staafmixer ga pureren tot een mooi sausje. Niet allemaal, nog een paar om gewoon zo lekker op te eten. En de laatste. Yes. Nou, staafmixer. Dan hoef je verder er niks bij te doen, er zit vocht genoeg in. Zo. Super lekker natuurlijk. Ik ga alles hier in een mooie pot doen. En ik dacht, het is wel leuk om het met een beetje zelfgemaakte muesli te maken. Zie je dat mooi op de bodem? Dan wat plakjes aardbei. En ik gebruik nu dit fruit, maar je kunt natuurlijk gewoon alles gebruiken wat je wil. En ik vond het wel leuk om alles in één grote pot te doen, in plaats van allemaal losse potjes. Zodat je eigenlijk dit met elkaar kunt delen. Zo. Dan de hangop. Als je die een klein beetje helpt, dan zie je eigenlijk al dat er best wel wat vocht uitkomt. Ook een beetje yoghurt. En dat krijg je natuurlijk als je, zoals ik, een beetje de snelle versie hiervoor kiest.
Oké. Nu meng ik dit met een beetje vanillesuiker. En doen we dat lekker hierin. Zo. Doen we daar aardbeienmoes of gepureerde aardbeien overheen. En nog een klein beetje muesli. Ik zou hier wel vrolijk van worden als ik dit geserveerd krijg als ik ergens ga eten. Wat jij? En zo heb je een super lekker en snel dessertje. Eet smakelijk. Wil jij dit lekkere hangop dessertje ook eten? Klik dan op de link hieronder, de video, daar kom je bij het recept. En laat ons vooral even weten in de comments wat je ervan vond. Wil je meer recepten van ons hebben en zien? Abonneer je dan even op dit YouTube kanaal en dan zorgen we ervoor dat we je vaak en genoeg inspireren met lekkere vegan recepten. Eet smakelijk en dankjewel.